Vinex. 25 jaar geleden werd bedacht dat nieuwe wijken zouden worden gebouwd tegen de bestaande steden aan. Dat stond in de zogenaamde vierde Nota Extra. En dat zijn dus de Vinex wijken geworden. Inmiddels woont 1 op de 20 inwoners van Nederland in zo'n nieuwe wijk. Maar de bevolking van die nieuwe wijken lijkt nog steeds niet op de bevolking van de bestaande steden. De bewoners zijn vooral jonge gezinnen met kids. 1 op de 4 is kind of puber. Duidelijk meer dan in de steden. En aan de andere kant, ouderen, 65-plussers, 80-plussers, zijn er nog zeldzaam. Vergrijzing is nog een vreemd woord in die omgeving en nog later zul je er nog zelden zien. Maar ook op andere punten zijn er opvallende verschillen met de bestaande steden. Zo wonen er meer mensen met een hoog inkomen dan in de andere steden. En je ziet er ook relatief veel tweeverdieners en juist weinig singles. En dat merk je. Er staan veel meer koopwoningen dan elders. De waarde van de woningen is er hoger. Kortom, Vinex, nog steeds geen doorsnee Nederland.